Welkom bij Bakkertje Paul. Een breed assortiment. In Lille is het enkel brood, maar hier kan je zelf paté. Tot meenemen, maaltijden nemen. Wauw. Met het uitzicht op het terras heb je al een luxe view. Dus op Saint-Tropez mogen we een beetje gierig zijn. Leuk terrasje. Confituren van Paul zelf. Dat gebakken kip. Allemaal om mee te nemen. Nou, deze dingen heb je wel in Lille en de rest van Frankrijk, maar de rest is een beetje streekgebonden. Het zijn echt lekkernijen, vooral deze roomsoesjes hier. Yoghurtballs, oats. Een salade, dus die kan je ook meenemen naar Saint-Tropez voor daar gewoon iets goedkoper te eten, want het wordt heel prijzig. Pizza baguettes en gewone broden, dus als een gewone bakker eigenlijk. Ik heb de wrap met kip genomen en dan heb ik de laatste tonijn beignade. On est bien la famille. Ik kan ook bestellingen maken. Voor verjaardagen. Ik heb allemaal verschillende taarten. €32. En deze zaak bestaat al sinds 1889. Super lang. En Paul ging zo Frankrijk rond om de mensen van brood te voorzien. Met zijn Peugeot bicyclet. De vaste waarde hier aan Fransen. Een typische zak. Kan je kopen als souvenir voor 10 euro'tjes. Het is heel frustrerend. Voor 9 kilometer moet je 40 minuten rijden. Het is zo onlogisch. Maar Saint-Tropez ligt helemaal op een uithoek. Helemaal op een soort schiereiland. En het is alsof dat vandaag iedereen naar Saint-Tropez wil gaan. Op een dinsdag buitenseizoen. Ik heb niet gelogen. 31 minuten voor 5,8 kilometer. Hoe kan dit? Zelf in Brussel, Antwerpen of Gent is dit niet mogelijk. We gaan naar Saint-Tropez en ik neem mee één dosis stress. Een grote dosis stress, broer. Om hier te parkeren is echt een karwei. Dus je hebt hier drie grote parkings, maar ze waren allemaal volzet. Dan was er nog een vierde parking die open was, maar dat is enkel voor abonnees. Dus je zit compleet schaakmat met je rug tegen de muur. Dus we hadden ons eerst 5 kilometer van het centrum gezet. Maar dat was echt op een nationale weg. En dat was echt niet te doen. Dus toen we het gingen opgeven, hebben we terug de auto genomen. En hebben we ons eerder in het dorpje opwaarts gezet. Dus laat ons hopen dat onze auto niet wordt weggesleept. Kijk, ik ga het bewijs nog houden. Voor moest de politie ons wegslepen. We staan eigenlijk niet voor het gebouw. We hebben gewoon onze blauwe kaart gezet. Dus we mogen 2 uur hier staan. 17, 17, 17. Welcome in Saint-Tropez. Dun, 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 dun. Het is niet zoals in de videoclip, mami. Ik had het anders verwacht. Iedereen zingt hierover. Ah, mami, kijk, en daar. Dit is Brigitte Bardot. Dat was eigenlijk de mooiste vrouw van Frankrijk vroeger. Ja? En ja, iedereen was verliefd op haar. Dat was de eerste sekssymbool in Europa. Maar nu is ze oud, hè. Kijk. Ja, dat is en zij is de eerste ster die hier een villa heeft gekocht. Oh, dat is wel mooi. Kijk, het is mooi ook, hè? Allemaal heeft een serie van op Netflix. Dat was de Pamela Anderson van België, van Frankrijk, maar ze was een beetje naïef. Ze was niet slim, kijk. Heb je wel slim? Chanel. Maar dus al haar vrienden waren zo klootzappen. Allemaal zo rijke zakenmannen, ze hebben haar in het zak gezet. Is dat een restaurant of een... Ja. En dan maar niet hier uw huisje, voor te slapen. Ja. Nog een leuke zeteltje? Hier zien we dan. Pittoresk. En kijk naar wat u zei daar, BB, dat is haar naam. En vroeger veel mannen hem daar op wilden getatoeëerd, BB, omdat ze verliefd waren op haar. In Amerika zag iedereen wel haar. The Beauty and the Beast was haar bekendste film eerst.
Oh, wat een mooie outfit heb je aan. Ik heb een beetje wind nodig, een beetje verkoeling aan de haven. Daar de typische huisjes, licht gekleurd. Monton was een fellere kleur. Hier is het iets subtieler. En zo zijn de mensen ook subtiel. Niet opvallend. Ze dragen een beetje alles wat in de mode is. Ja, tuurlijk. Kijken mag. 100% KP. Oh, hier, kijk. Je ruikt het. Je ruikt het naar. Rijke stinkert. Oh, kijk, het Hollywood, mami. Hollywood in Frankrijk. In Europa. Kijk, mami, in die plaats moet je goed onthouden. In de film van Saint-Tropez komt hier veel zo. Dan meestal de jongens zijn zo hier aan het drinken en dan zo iedereen komt eerst toef naar de boot te kijken. Maar daar is eigenlijk het mooiste van Saint-Tropez. Oh, ik wil die film opnieuw kijken, mami. Hier? Ja. Dan heb je een gouden beeldje daar en eruit weg. Ik wil hier de foto. Ja. Maar ja. En ik wil daar. Dat is wel een mooie velbak dan. Ah, hier, deze wel. Ja. En daar voor die gouden leeuw. Ja. En ik straks hier. Maar ben ik aan het kijken wat best is. Zalig, je was veel aan het denken, hè? Ja, maar ja, echt. Er zijn alle films dan hier aan opgenomen. Maar jullie heeft deze Franse masterpieces gezien, deze klassiekers. Al zijn film dat hij heeft meegespeeld. Dat is de bekendste. Hij weet goed dat hij is gestorven, mami? Ja, en een hartaanval. Hij is jong gestorven na een hartaanval. Oei. En dat komt omdat hij ja, waarschijnlijk te veel heeft moeten opjagen in het verkeer van Saint-Tropez. En dat vond ons wel een broei precies. Ah nee, Benoît Poelvoorde, dat is een Belg. Je kent hem wel, hè? Nee. Van die film van Ambulance daar. Paris match. Oké, nu tijd om de gendarmerie te trekken. En daar is onze vriend Louis de Funès. Dat is Sergeant Cruchot. Ja, sowieso. Nee, nee, nee. Thank you.